wat gewoon frustratie heeft en daarom ga je teamen. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Huh? Ik heb gelijk, hè? Ik heb gelijk, hè? Ja, ja. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Hunger Games, oftewel Blitz Survival Games. Bedankt voor alle reacties en likes die jullie willen achterlaten op de vorige video. Wil je nou weten of ik op jou heb gereageerd? Check nou eventjes natuurlijk de vorige video, kom je er heel erg snel achter. Ook mensen, bedankt voor alle likes die jullie hebben achtergelaten. En weet je, kunnen we vandaag gewoon eens een keertje YOLO gaan. Dit is een nieuwe maand, het is inmiddels al dag 2 van de maand, I know. Maar laten we gewoon een keer YOLO gaan en kijken of we weer eens een keer de 500 likes kunnen aantikken. Lukt het niet, is ook helemaal goed. Maar het lijkt me wel weer een keer leuk om een keertje 500 likes te halen op een Hunger Games. En dan ga ik mijn best doen voor jullie om te winnen. En misschien kunnen we wel weer net zo'n leuke win pakken als gisteren. En heb je nou zoiets van een leuke win? Een win is toch altijd leuk, Duffy? Tuurlijk is dat leuk. Maar gisteren in de dead match wist ik eigenlijk, ja, het klinkt heel arrogant. Sorry meneer politieagent dat ik zo arrogant ben. Het klinkt echt zo heel arrogant, maar ik had gewoon, mijn gear was gewoon echt perfect. En diegene zijn gear was gewoon echt slecht vergeleken met mij. En ja, toen ik de derde zaak inging, ik sloeg hem al meteen. Hij was meteen low en ik had mijn honden. Uiteindelijk liet ik gewoon mijn honden hem de hele tijd bijten, zeg maar. En uiteindelijk, ja geloof het niet, mijn honden drukken gewoon letterlijk iemand het lava in. Dat is gewoon, what the freaking hell. Je wordt gewoon geowned door honden in Minecraft, dan ben je echt heel slecht. Nee, honden zijn gewoon heel erg irritant in de Hunger Games, maar ja, die hebben gewoon een kill gemaakt. Dus de ene keer maken mijn Blaze een kill, de andere keer maken mijn honden een kill. Ik wist het een beetje af. Maar goed, ik ga vandaag gewoon lekker zelf kills maken. Tuurlijk deed dat gisteren ook wel, maar hey, jullie snappen wat ik bedoel. Gewoon de deadmatch gewoon op die manier finishen. Maar we gaan eerst maar eens, oh, een kist. Kijken of wij betere loot ergens vandaan kunnen toveren. Meneer met je panda skin op donderen, dit is van mij. Hoewel hier helemaal niks zit. Meneer met je panda skin, kom maar terug hoor. Oh, Stone Sword, kijk aan. Als ik hem vanuit in zijn back kan aanvallen, heeft hij het niet door, kan ik hem meer HP dealen, damage dealen, zeg maar. Dan uiteindelijk heb ik kans op een Stone Sword. Hoppatee, Stone Sword is binnen. Wat ook binnen is, is mijn wolfjes. Hop, 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 hop. En mijn Stone Sword, die heb ik ook binnen van iemand. Dankjewel daarvoor. Wat wil je vechten? Dat is jij, wil jij vechten? Is echt een honden... Holy shit, is echt een hondenbattle hier? Freaking hell. Oh, kom op Duffy, go Duffy, go Duffy. Bam. Hoppatee. En hier is ook nu iemand. Die loopt de hele tijd over daken te springen. Ik vind het allemaal lastig, hartstikke leuk, jongen. Maar jij moet ook gewoon down. Hoppatee. Dat zijn even 3 kills gemaakt in een hele, hele, hele korte tijd. Maar het is wel chill. Ik zie hier ook nog een kill trouwens. Oeh, hij heeft magma cubes. Dat is wel awesome. Ik wil die vent eigenlijk even killen. Dit is dus een MVP of een VIP. Een van die twee is het in ieder geval. En we gaan eens even kijken of wij hem ook aankunnen. Oeh, gozer. Gozer, je hebt van dat nep diamond gear aan, hè? Ah, dat vind ik zo irritant aan die slime. Zelfde als hoe heet dat? Magma cubes. Die staan in één keer voor je en daardoor word je echt gewoon keihard geblokt. Dat is echt één irritante kit. Ik heb hem zelf ook vaak natuurlijk, mijn slimes, maar dat is echt één hele, hele, hele irritante kit. Maar goed. Submate. Waarom ren je voor me weg? Moet ik je magma cubes killen of zo? Vind ik ook goed. Oh nee, hondje, hondje. Nee, nee, nee. Damn, ik sloeg mijn hond. Nee, hondje, kom maar. Nee, kom maar. Hè? Ja, alles is goed. Oh shit, ik was... Pak je mijn hond aan het eten geven, flikker. Ik was mijn hond aan het eten geven. Fucking hell. En hij lagde ook nog eens. Dit is wel heel zonde, we gingen net zo lekker. Ik was even mijn hond aan het eten geven en voor je het weet ben je dood. Maar zoals jullie ook zien, hij stottert een beetje heen en weer af en toe. Weet je, het is niet dat het helemaal smooth runt met deze persoon. Helaas. Oh, deze kerel trouwens ook niet. Of het ligt aan Hypixel of misschien ligt het ook wel gewoon aan mezelf. Nee, deze kerel rent nou wel gewoon weer lekker. Of toch niet? Nou, maakt helemaal niet uit, fuck dat. We gaan gewoon lekker naar de lobby toe. We zijn gewoon geoomd, klaar. Punt, Duffy. Je bent gewoon noob. Oh, dankjewel voor het compliment. Even kijken. Despair. Kom op, Iceland. Kom op, mijn mapje. Despair V1. Let's do this. Rayman. Team. Nee, niet teamen. Fuck teams. Wat mag ik dan niet zeggen? Oh, oeps. Trio team. Trio team? Oké, als jullie zo de Hunger Games willen spelen. Zijn dit ze? Nee, dit zijn ze niet. Waar zijn ze? Waar zijn die teams? Kan ik even kijken wat voor skins ze hebben? Yes, triple team. Zijn dit ze? Ja, dit is hem. Dit is één ervan. Dus jij met zo'n domme skin aan. Voor mij ben je ook gewoon een klein kind met jouw skin gewoon. Voor mij ben je echt zo'n kind van 9 wat voor het eerst Hunger Games speelt of zo. Wat gewoon frustratie heeft. En daarom ga je teamen. Heb ik gelijk of heb ik gelijk? Huh? Ik heb gelijk, hè? Ik heb gelijk, hè? Ja. Ja. Ik klink nou echt als een psychopaat.
Gewoon durf je moeilijke woorden niet meer doen. Gewoon makkelijk houden. Komt goed, mensen. Let's focus. Let's focus on the freaking game. Let's focus on the freaking game. Waarom zitten jullie te springen? Wat is zo leuk? Waarom springen jullie? Willen jullie ophouden met springen? Wil je ophouden met derpen? Meneer, je zit in de grond. Meneer, wilt u gewoon uit de grond komen? What the fuck? Nah, maakt niet uit. Minecraft God, Stone Squad alsjeblieft. Let's go. Hier zit hij in. Nee, nou... Oh, damn, ik heb hem niet eens. Het was een close call, maar het was niet degene waar we zochten. Ik wil eigenlijk iemand eraf weer afmappen. Kan het? Mag ik? Kom op, ik wil iemand eraf mappen. Nee, damn it, het is niet gelukt. Damn it. Damn it, damn it, damn it. Het is altijd gewoon leuk als je gewoon iemand in het begin eraf mapt. Gewoon boom, de lava in. Ik kan even hier een kill maken. Ik ga gewoon het klikken, klikken, klikken. Niet springen, dan niet springen, meneer. Een helpie. Hey, een helpie. Jij bent irritant, zeg. Hé, hey, ga je nou irritant lopen doen of wat? Nee, ik wil niet vervelend zijn, maar jij bent nu wel dood. Oh, hier was een kerel die aan het teamen was. Hier weer eens zo'n teametje. Oh shit, ik heb geen wapen meer. Shit. Shit, 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 shit. Oké, dit is wel een hele harde faal. Ik heb gewoon geen wapen meer. Pas over 5 seconden heb ik weer een wapentje. Oh shit. Hij is boos. Oké, daar gaan we dan. Even kijken. Hoppatee. Niet teamen waar Duffy bij is. Because we'll be your dad. Nee, ik heb gewoon massa natuurlijk dat ik hem heb kunnen killen daardoor. Maar goed, hij is wel een van die teams die we natuurlijk in de lobby hebben gevonden. Hij is in ieder geval down. Wij gaan nu pas naar beneden toe. Best wel laat eigenlijk in de game, maar we zijn in ieder geval beneden. Oh, hebben we hier nog steeds een team of wat? Wat is er, jongen? Wat is er, jongen? He, moet je ook nog down? Oh, damn it. Oh, damn it. Ik haal je toch wel in. Mate, ik haal je toch wel in. As I told you. Kom op, Duffy. Je hebt nog eventjes je speedbuff. Hou vol. Hou vol. Bam. Oké, dan. Die is ook down. Voor mij heb ik nu dat volledige team uitgeschakeld. En zo niet, dan niet. Maar volgens mij heb ik nou wel dat volledige team uitgeschakeld. In ieder geval, deze twee stonden bij elkaar. Boven heb ik ook eentje uitgeschakeld. Dus ik denk dat dit het volledige team was. Zo niet, dan earn ik niet de achievement Duffy, the team slayer. En zo wel, dan heb ik hem gewoon legit geearned. Boom. Wat? Nee, deze kill is in de grond. Dit is dus weer zo vervelend aan Minecraft. Ik weet ook niet hoe ik dit ga oplossen, maar deze persoon zit gewoon letterlijk in de grond. Waardoor hij mij wel kan hitten, maar ik hem niet. Ik ben even benieuwd of hij ook uit de grond nog komt. Is hij al uit de grond? Volgens mij wel. Hij is in ieder geval uit de grond. Shit, Stone Sword, dan zit je hier. Oké, meneer. Hé, huh? Hey, we gaan niet teamen. Boom. Down. Jij moet ook gewoon down. Oké, we hebben inmiddels 6 kills. We zijn op een lekkere killing spree, moet ik zeggen. Weet je, soms heb je van die killing spree, het gaat van achter elkaar door. Kill, 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 kill. En dat is soms wel lekker. Hallo, meneer. Ja, ren maar. Ren maar. Eigenlijk wat ik wil is hem... Oh, damn, de andere kant op mappen. Maar goed, dat gaat me nu niet meer lukken. Oeh. Deze vent had geen flauw benul welke kant hij überhaupt nog moest kijken waar hij gehit werd. Hij werd echt letterlijk door mij van alle kanten gehit. We hebben inmiddels ook een golden apple erbij gekregen. Dat is wel nice. Eén nadeel. We hebben nog niet... een level om überhaupt te enchanten. Maar, ja, daar wil ik ook niet te moeilijk over doen vandaag. Wat ik wel trouwens zie is dat ik nog steeds kans heb op een nieuw killrecord alweer. Dat zou chill zijn als we dat nu zo snel naar het andere halen. Ook is het maar weer eentje dan, het is toch een nieuw killrecord. Terwijl die kerel hier lekker naar boven loopt, proberen wij gewoon achter hem aan te gaan. Kom op, focus. Damn it. Okay. Het ging goed, maar voor mij nog steeds niet eens gezien. Opletten, Duffy, opletten. Je kan er gewoon van afflikkeren. Het is niet dat je een god mode hebt dat je rond kan vliegen. Oké, hij rent nog steeds naar boven. Oké, go Duffy, go, 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 go. Waarschijnlijk gaat deze kerel naar het midden toe. Maar voor wat, dat weet ik eigenlijk niet. Bam, oké, meneer, je bent ook down. Hij had swiftness potions bij zich. Dankjewel. Oké, dan gaan wij nu denk ik maar naar het midden toe. Wat moeten we anders doen, hè? Gewoon even in het midden even kijken of wij de blitzzak kunnen pakken over 40 seconden. We hebben nog steeds geen level. Ik zie wel hier iemand beneden. Dat nodig natuurlijk wel uit om naar beneden te gaan. Er leven nog 4 mensen.
Nu is de moeilijke keuze van of ik ga nu naar beneden toe. Ik zie hier eigenlijk nu een naam. Ja, hij komt dichterbij. Ik zeg of ik ga nu naar beneden toe. Of ik ga voor de Blitzstorm. Maar ik denk dat ik naar beneden ga om een extra kill te halen. Als dat gaat lukken natuurlijk. Dan moet ik nu wel snel zijn, volgens mij. Kijken, waar is die? Hij loopt hier een rondje met me. Hij loopt eigenlijk gewoon... Oeh, je hebt een mooi gesnit, jongen. Bam. Oké, die is ook down. Ja, we hebben nu natuurlijk geen tijd meer om nu nog de Blitzstorm te vinden. Want wij hebben nu nog 37 seconden. De Blitzstorm kan je de laatste 30 seconden al niet meer gebruiken. Wat dat betreft hebben we daar niks aan. We hebben ook ons wapen niet kunnen enchanten. Dat is wel iets wat ja, jammer is. Maar wat nog wel kan is een 11 killstreak halen. En dat betekent dat ik voor het eerst nadat ik mijn killrecord heb gehaald, het nog een keer ga halen. Bam. Oké, ik hoef nog maar één kill te halen. En dan heb ik gewoon mijn killrecord gewoon twee keer gehaald. Aangezien mijn killrecord natuurlijk op 11 staat. Wat natuurlijk wat chill is als dat gaat herhalen. Over mijn HP maak ik me op het moment niet zo druk. In de damage eet ik gewoon eventjes mijn God Apple. En dan moet het volgens mij wel goed gaan komen. Ah, we zijn er. Hallo meneer. Don Kill. Ik ga zo meteen lekker mijn God Appletje eten. Hij heeft zijn Swiftness Potions. Nou, die mag je van mij best gebruiken, jongen. Oké, daar gaan we dan. Oeh, mijn Blind Potion. Oké, een Blindness Potion. Oké. Hij heeft wel Charmers op zijn wapen. Damn it. Ik dacht dat ik had kunnen winnen. Maar wat ik natuurlijk niet wist was dat hij een Blindness Potion had. Ja, en dat heeft hij mij toch wel mee geowned. Hij heeft me daar wel mee geowned. Damn it. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken in deze aflevering van de Hunger Games. Vond je het nou leuk? Vind je alsjeblieft om een like aan te klikken. Vind je op abonneren te klikken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Later mensen.